En bij ons intussen aangeschoven Bart de Wever, voorzitter van N-VA. Goedemorgen. En ook welkom aan Alain Gerlache, onze Waalse collega, die van op afstand zal meevolgen. En we halen je er dan zo meteen bij, Alain. Ja, maar we gaan beginnen in Nederland. Tsunami voor Geert Wilders, 37 zetels. Tom van Grieken, die rekent zich al rijk. Verwacht u hier ook zo'n aardverschuiving? Dat valt af te wachten. Nederland en Vlaanderen zijn niet 100% hetzelfde, maar er is wel een tendens in heel de westerse wereld waarbij mensen zich inderdaad verlaten voelen door de elite. Zowel sociaal-economisch in de globalisering profiteren daar veel minder van, ja. Anderen veel meer, voelen zich daardoor vernederd. Dat gevoel is gekend en dat is breed. Maar ook identitair, cultureel, voelen mensen zich verraden door hun elite en beginnen dan op Trump te stemmen of extreem te stemmen. Dat zie je overal. Dus als die tendens er is, ja, dan denk ik dat die zich in Vlaanderen ook zal doorzetten. Want ik heb begrepen, ook van een aantal kopstukken binnen uw partij, dat daar wel zenuwachtigheid over is. Sommigen vrezen zelfs 30% voor Vlaams Belang. Wat misschien toch grotendeels ook ten koste van een N-VA-kiespubliek kan gaan. Dat jullie onder de 20 zouden duiken. Is dat een rampscenario waar u ook rekening mee houdt? Maar ik geloof dat eerlijk gezegd niet, dat wij onder de 20 gaan duiken. Ik denk dat wij een redelijke score kunnen halen, maar je mag niet verwachten dat een centrumrechtse partij, als er een grote doorbraak op komst is van uiterst rechts, ja, dat je daar dan geen stemmen aan zou verliezen. Hè? U hebt ze ooit klein gekregen, maar zij zal u misschien nu toch ook een beetje een kopje kleiner maken. Ik denk dat wij een heel goede uitslag kunnen halen. Ik denk dat de Vivaldisten er veel slechter voor staan. Ik denk dat het ook rechtvaardig is dat die er slechter voor staan. Want zij voeren het beleid dat de mensen boos maakt. Hè. Als je spreekt over het klavertje 4 van ongenoegen, spreek je over migratie. Dat is erger dan ooit. Je spreekt over energie. We hebben net gehoord dat hebben ze vorstelijk verknoeid. En de mensen die voelen dat. Mensen snappen ook niet waarom ze de hoogste belastingen moeten betalen en we toch nog het grootste begrotingstekort hebben van de wereld, zo ongeveer. En waarom werken zo weinig loont? Dat is het klavertje 4 van ongenoegen. Daar heeft Vivaldi alleen maar toe bijgedragen. Dus als er electorale rechtvaardigheid bestaat, dan zullen de Vivaldi-partijen zijn zo werkt volgend het jaar niet altijd, een klap krijgen. Maar het leven is niet altijd rechtvaardig. Maar ik ga er wel voor gaan om ons centrumrechts aanbod in de markt te zetten en vooral aan de kiezer van Vlaams Belang één ding duidelijk te maken. Ik snap uw boosheid, ik snap uw frustratie, ik deel ze, maar het leidt tot niets. Zeker in België leidt het tot niets. U bent de wegbereider van Vivaldi 2 als u op het Vlaams Belang stemt. Dat zal gebeuren, dat is de vorige keer gebeurd en dat zal nu nog sneller gebeuren. We kunnen ook kijken naar Vlaanderen en daar krijgt u maar niet ja of nee uitgelegd van bestaat er een mogelijkheid als Vlaams Belang en N-VA samen de helft halen, dat we dan samen die Vlaamse regering vormen. Asita Kanko hier vorige week, die had veel woorden nodig om het uiteindelijk niet helder gezegd te krijgen. Omdat dat voor mij eigenlijk geen relevante vraag is. Ik heb u het klavertje 4... Veel kiezers denk ik nog dat wel. Ja, dat zal wel. Maar het klavertje 4 van ongenoegen, ik heb het net opgesomd, dat zit allemaal federaal. Wat is toch een relevante vraag? Of je zou met Vlaams Belang regeren? Ik zal het u uitleggen. Vlaams Belang zegt, tot voor kort zeiden ze, we gaan federaal nooit besturen. Dus daar waar hun kiezers allemaal boos over zijn, daar gaan ze niks aan doen. Nu zeggen ze ineens van wel. Dus jaren heb ik moeten horen. Meneer De Wever, daar krijg je de PS gratis bij. Nu zegt meneer Van Grieken, oh, ik zal ook met de PS gaan spreken. Ik kan niet meer volgen. Maar Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen. Misschien denkt Tom Van Grieken, als ik ook wat milder... We hoorden het ook Jan Bon zeggen. We zien een paar verschuivingen bij Vlaams Belang. Dat schept ook mogelijkheden. Zet dat de deur open? Dat is een klein verschil. Nederland is een democratie. België is geen democratie. Nederland zou kunnen Wilders aan de macht komen. Ik denk dat het eigenlijk zou moeten, gezien de uitslag. Maar in Vlaanderen heb je een democratie, maar in Wallonië heb je er ook eentje die er wordt bijgeteld. Die zijn allemaal links. 80% stemt daar links, uiterst links. Die gaan met Vlaams Belang nog niet in één kamer zitten. Laat staan dat ze ermee gaan onderhandelen. Dat betekent, als je Vivaldi 2 wil maken, dat er een massief aantal zetels in het zuiden is dat dat wil. En die hoopt dat het Vlaams Belang zal scoren. Want die mogen toch niet meedoen, daar gaan ze nooit iets mee doen. De voorzitter van Groen heeft in deze studio gezegd, ja, zelfs al verliezen we, zitten nauwelijks nog boven de kiesdrempel, we gaan toch terug meedoen. Dus je kan een Vivaldi 2 krijgen met 1/3 van de Vlaamse stemmen. Jullie vragen altijd aan mij, ga je iets met Vlaams Belang doen? Wat jullie nooit doen, is aan meneer Sammy Medi vragen en aan meneer Ongena, zijn jullie eigenlijk bereid om 1/3 van de Vlaamse stemmen terug een Belgische Vivaldi-regering te maken? Daar zeggen zij ook nooit nee op. Dat gaan we bij gelegenheid... Dat een veel relevantere vraag. Dat gaan we dan bij gelegenheid wel eens vragen. U hebt gisteren zelf ook nog een zeer opgemerkt interview gegeven in het laatste nieuws, waarin u heel veel gezegd heeft, onder andere dat u eigenlijk op federaal vlak niks meer mogelijk acht, geen enkele hervorming, en dat u daar eigenlijk ook geen enkele partner meer ziet voor uzelf. Ja, dat is een foute samenvatting. Ja. Wat ik zeg is, je hebt dat confederalisme nodig om een deftig beleid te kunnen voeren. Want in de statistieken van OESO, IMF, noem maar op,
staan wij altijd in de top drie waar je niet wil staan. Als lasten op arbeid zijn we de slechtste van de wereld. Overheidsuitgaven de tweede na Frankrijk. Begrotingstekort de tweede na Slowakije. Schuld die stijgt hier terwijl ze in Europa aan het dalen is. Al dat soort statistieken. Maar een paar weken geleden meneer De Wever, zei u van na de verkiezingen moeten we zo snel mogelijk samen met PS een noodkabinet vormen om dan de nodige hervormingen en er dan mee te stoppen. Maar in trend zegt u, ik ga geen enkele federale hervorming meer doen, zegt u in trend van de week. Waarom wil u dan eigenlijk nog premier worden? Leg het ons eens helder uit. Wat is uw plan? Dus ik heb u net gezegd, in alle statistieken staan we in de top drie op het podium van de allerslechtste landen ter wereld. Hè, van de hele OESO. Economische groeiverwachting, of vergeet dat de derde slechtste. Gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd. Derde slechtste van de wereld, na Italië en Japan. Alle alarmbellen zouden hier op rood moeten staan. Toch zegt de PS, het gaat fantastisch goed. En meneer De Croo begint dat ook te zeggen, het gaat fantastisch goed. Het gaat zelfs nog beter gaan. Ja, dan zeg je, dit gaat niet meer lukken op federaal niveau. We willen dat confederalisme. Dat is het enige waar ik over wil onderhandelen. Alleen, kiezer voldaan zou dat niet lang kunnen duren, ga je in een lange crisis. Dan zeg je, ja, dat moeten we overbruggen met een noodkabinet. Eigenlijk een technocratische regering. Daar hoeven wat mij betreft zelfs niet te veel politici in te zitten. Een kleine regering. Ook niet democratisch. Jawel. Want ik denk dat de twee deelstaten autonoom moeten zijn. Dat de meerderheden die je daar kan vormen, dat je die ook federaal moet doortrekken. Die deelstaatregeringen, op basis van die meerderheden, stuur je een klein kabinet in het veld op basis van KPI's die vooral met het budget moeten te maken hebben. Hmm. Budget, je moet eigenlijk naar een sanering van dat budget gaan. Als je in België met alle bevoegdheden stopt, dan hebben we nog tekort. Dus België is eigenlijk alleen nog de sociale zekerheid en de schuld. Ja, als je dat nog niet kan zeggen, we moeten daar naar een zware sanering, een globaal plan over 10 jaar. En daar moet je niet mee wachten natuurlijk. Daar kan zo'n technisch kabinet onmiddellijk de nodige stappen zetten. En daar ben ik ook toe bereid. Hè. Als dat zou kunnen, wil ik elke verantwoordelijkheid federaal opnemen. Dan mag men mij bellen en dan ga ik uit het schoonverdiep naar Brussel. Het enige dat ik heb gezegd, voor iets anders kom ik niet meer. Okay. Zoals de Croo-premier is, dat zou ik geen dag kunnen volhouden. Gisteren zei u dan ook, heel opmerkelijk, ik overweeg heel sterk om als N-VA in Wallonië op te komen. Hoe zit dat precies? Ja, dat heeft heel veel nieuwswaarde gekregen. Ja. Het is uiteraard een voornemen. We hebben ons een beetje voorbereid. We denken dat we het kunnen. We denken niet dat we daar massa zetels gaan halen. Ja. Want ik lees nu al analyses die een beetje... Ja, Vlaams Belang heeft het ook ooit eens geprobeerd. En dat ja, die hebben ook, ja, maar ze hebben daar ook niet veel aan gedaan. Maar ze hebben dat inderdaad wel eens gedaan. Ik denk effectief wel eraan lijsten in te dienen in Wallonië. Wel, ik wil vooral het debat in Wallonië een stukje beïnvloeden. Niemand brengt deze boodschap. Ik denk dat de PS is nefast voor België. En deze boodschap is confederalisme. Ja, ik denk dat de PS... Ook Wallonië moet bevrijd worden van de PS. Als je ziet, de Oostbloklanden, als die bevrijd waren van de Sovjets, wat een vooruitgang. Die zijn Wallonië los voorbij. Hè. Wallonië is een van de slechts presterende regio's van Europa. Hoe komt dat? Door dat linksbestuur, dat PS-bestuur. Dat functioneert alleen door de derde betaler die Vlaanderen is. Dat is klassiek socialisme met een derde betaler. Voor Vlaanderen is dat nefast, heel veel miljarden en dat leidt toe niks. Maar voor de Walen is dat ook nefast. Wie denkt u daar in Wallonië mee te bereiken? Wel, ik wil die boodschap vooral eens in het debat brengen. Niemand zegt dit. Hè. Dit is de waarheid die niet uitgesproken mag worden. Rechts is Wallonië klein, zal dat niet zeggen, want die zijn Belgicistisch. U hebt wel een beetje het debat geweigerd de voorbije jaar. U bent heel weinig tot niet in de Franstalige media aanwezig. Ja, en met meneer Boucher wilt u ook geen enkele keer in debat gaan bij ons? Ja, ik zie daar persoonlijk het nut niet van in om nu met Boucher in debat te gaan. Ik zou ook niet echt weten waarover Franstalige media bespelen. Ik zeg het, we zijn twee democratieën. Ik heb al werk genoeg in de mijne. Over meer daarom België of minder België? Daarom dat ik u net aan denk, moeten we niet een aantal kandidaten zoeken? Maar u denkt daar nu aan, we zijn over 6, 7 maanden in verkiezingen en u bent daar nu pas aan het denken. Dat klinkt mij voor u... Strateeg, heel raar dat u daar nu pas zou aan het denken zijn en nu nog moet gaan denken, zou ik eens een lijst indienen. Ja, maar daarom dat ik u zeg, mijn doelstelling is niet om daar door te breken, veel zetels te halen. Mijn doelstelling is dat men mij altijd verwijt, je voert het debat daar niet. Hè. Ik kom daar ook niet aan toe, om heel eerlijk te zijn, om een aantal mensen in het veld te sturen die net, hè, men zal dan toch verplicht zijn om die boodschap eens te horen. Is dat PS-bestuur? En wie zijn dat dan? Zijn dat dan Vlamingen die daar wonen? Zijn dat Walen? Ja, dat kunnen Walen zijn, dat kunnen Franstalige Vlamingen die ook Frans kunnen, hè, voldoende Frans kunnen, om vooral dat debat aan te gaan. En dat democratisch debat in Wallonië ook is te kruiden met het idee, wij moeten af van de PS, wij moeten af van die transfers, wij kunnen met echte solidariteit van Vlaanderen onze economie hierop bouwen. Wij kunnen wat Estland, Letland, Litouwen, wat die hebben gedaan, dat kunnen wij ook, maar niet in het huidige systeem. Dat houdt ons arm, dat houdt ons passief, dat houdt ons aan uitkeringen. En dat wens je toch niemand toe. Maar niemand zegt dat in Wallonië. Wij moeten dat zeggen. U hebt uw boek over Woke ook in het Frans gepubliceerd. Daar zijn, dacht ik, 3000 exemplaren van verkocht. U bent toen ook op RTBF geweest. Heeft u daar gedacht van,
daar valt misschien wel iets te rapen. Het heeft dit idee wel doen rijpen, omdat wij vele honderden reacties krijgen. Het boek was ook meteen uitverkocht. Er zijn er 3000 gedrukt, die waren om 2 weken weg. Het wordt nu bijgedrukt. Ook de aankondiging gisteren was eigenlijk in een Vlaams medium, zie je opnieuw in je mailbox, te tikken die mails binnen. Daar is in Wallonië ook over die EP's een groot ongenoegen. Men wil daar vanaf. En dan denk ik, die stem die mag misschien vertolkt worden. MR, Georges-Louis Boucher, de kans is groot dat u dat publiek zal aanspreken. Dan wordt hij ook kleiner. Dat is ook weer toch iemand die u misschien nodig zal hebben in dat federale verhaal. Ja. Dus u weet altijd op wie u misschien nodig gaat hebben. Zover zal het niet lopen, denk ik, ten eerste. Ten tweede, met Boucher heb ik sociaal-economisch deel ik een aantal inzichten. Maar ik zeg het nog eens, hij is in Wallonië actief voor 80% links, uiterst links stemt. Dus hij zal daar het verschil echt niet kunnen maken. Hij klampt zich eigenlijk vast aan Vlaanderen, presenteert zich als Belgisch patriot, spreekt wel geen Nederlands, een unieke patriot, spreekt niet de taal van de meerderheid van het land dat hij aanbiedt. Ja, dat is blijkbaar een 5-jaar project. Hij kan toch al goeiedag zeggen, heb ik gehoord. Dus dat is eigenlijk nogal een absurde situatie. Als hij dat echt meent om Wallonië er bovenop te helpen, zou hij ook confederalist moeten zijn. De enige manier om van dat linksbestuur af te gaan, is eigen verantwoordelijkheid. Als ze zelf die rekeningen moeten betalen, dan stort dat systeem onmiddellijk in elkaar. Komt er ruimte voor iets nieuws in Wallonië. Vastklampen aan België is vastklampen aan armoede voor de Walen. En dus dat deel ik met hem niet. En ik geloof ook eerlijk gezegd niet dat je dat op federaal niveau, ik heb het u gezegd, nog rechtgetrokken krijgt. Je hebt ook de meerderheid niet. Wallonië, de communisten gaan daar 20% halen. Het gaat erger zijn dan ooit. Vlaanderen vrezen we een doorbraak vanuit de streeks. Hoe tel je dat allemaal nog op? Om te zeggen, nu gaan we daar één bestuur van maken. Maar dan gaat dus uw actie daar ook niet veel aan veranderen. Hoe zegt u? Dan gaat uw actie daar ook niet veel aan veranderen, als ik u hoor. Wel, dit discours daar in het debat brengen, dat is eigenlijk de doelstelling. Ik heb nooit meer gezegd dan dat. Oké. We gaan er eens Alain Gerlache bij halen, hè, vanuit zijn huis in Luik, politiek analist van RTBF, auteur ook van Het Verhaal van Wallonië en columnist voor De Morgen, dat verschijnt op maandag. Gaat jouw column over dit interview van Bart De Wever gisteren in HLN vandaag bij ons? Ja, absoluut. Want dat was inderdaad nieuws voor dit weekend ook in Wallonië, evenals in Vlaanderen. Het was natuurlijk een verrassing, al is het geen primeur. Hè. Jullie hebben ernaar verwezen. Bij de vorige verkiezingen in 2019 had ook Vlaams Belanglijst ingediend in heel Wallonië. Toen ging het niet over het debat. Hè. De RTBF heeft toen berekend dat die stemmen wegens het systeem van partijfinanciering toch 60.000 euro aan Vlaams Belang geven. Dus het is altijd mooi meegenomen. Nu zegt Bart De Wever, het gaat wel degelijk over de inhoud. Ik wil het debat over confederalisme in Wallonië oppoken. Is daar grond voor eigenlijk in Wallonië? Ja, absoluut, want ik vrees dat niemand weet wat confederalisme betekent, althans in het zuiden van het land. Dus zou het interessant zijn om daar een debat over te hebben. En het zou interessant zijn om aan de Franstaligen uit te leggen waarom confederalisme ook nuttig kan zijn voor de Walen en de Brusselaars. Ik dacht er net aan. Jan Peumans heeft een huis in Wallonië. Dat zou wel een leuke lijsttrekker zijn, hè, in Wallonië. Maar die duwt al de lijst in Limburg. Dus is dat al beslist? Niet meer beschikbaar. Ja, ik heb er met hem contact over gehad en hij gaat dat doen. Okay. Ja. Omdat iedereen bij ons wel aanvoelt. Het is volgend jaar alle hens aan dek. Het is eigenlijk een historische opportuniteit. We zitten in heel de westerse wereld in een politieke crisis. Maar dat is ook een opportuniteit om de bakens eens te verzetten. We komen er nu heel dichtbij. Dus iedereen wordt van stel gehaald. En daarom is ook het argument van meneer Gerlache, ik snap het, maar niet relevant. Je moet met de linkerzijde in Wallonië het confederalismeakkoord maken. Dus of dat je nu aan die rechterzijde knabbelt of niet, dat maakt strategisch niks meer uit. Ik geef toe, dat is wat ons de vorige keer heeft tegengehouden. Toen we nog die Zweedse formule hadden en dachten we kunnen misschien België ook op zijn Vlaams besturen, centrumrechts besturen. Maar als je nu ziet dat we bij Vivaldi alles wat we hebben gedaan ongedaan heeft gemaakt en we terug in die top 3 van alle slechtste statistieken staan, dan zeg ik, dit is maar u zal over. Het wel met die Vivaldi-partijen moeten doen als u tot zo'n soort overeenkomst wil geraken. Het zal met Vooruit, VLD of CD&V zijn, aangezien u niet met Vlaams Belang dat federale gesprek maar dat is nu net het interessante. Die partijen die zouden eens duidelijk moeten zeggen, zijn we nog bereid om eigenlijk tegen de Vlaamse democratie in te besturen? Zijn we nog bereid de grootste partijen van onze democratie uit te sluiten? Als de kiezer hen een pandoer ingeeft, dan kunnen ze dat echt niet meer zeggen. En dan is het spel gespeeld. En daarom,
Iedereen staat onder druk. Hè? In alle westerse democratieën gaat het niet goed. Maar ik zie in die crisis ook een geweldige opportuniteit. Als ik kijk naar wat de VLD in die peilingen nog haalt. Ik zie die bijvoorbeeld in mijn kieskring in Antwerpen. Ik denk dat die moeite zullen hebben om de drempel nog te halen. Ja, maar dan is het ook game over. En dan is het tijd voor iets anders. En je ziet die partijen hebben eigenlijk alles in het tegenovergestelde al gezegd. Meneer De Croo was de grootste verdediger van het confederalisme, vandaag de grootste verdediger van het Belgicisme. Daar gaat vooral veel wanhoop van uit. De mensen doen vergeten dat er een wanprestatie is. Heel de wereld de staatsman gaan uithangen. Iedereen handjes schudden, overal persconferenties geven. Mensen zijn niet dom, hè. Er wordt hier niet bestuurd, we gaan naar de afgrond. Ik zie daarin een opportuniteit om aan het roer te draaien.